Gefeliciteerd met je debuut. Hoe was het? Yes, bedankt. Ja, het was een heel leuk, mooie ervaring. En ja, blij om dit meegemaakt te hebben. Is het precies hetgeen je aan de voorkant verwacht had? Nou, eigenlijk niet. Een voetbalwedstrijd kan op zoveel manieren verlopen. Maar als je zelf aan je debuut denkt, dan hoop je natuurlijk op een overwinning. En ja, eigenlijk ook iets meer reddingen misschien. Maar alsnog, ik ben gewoon blij dat ik mijn debuut heb gehad. Ja, maar dat zijn een beetje de factoren waar je geen invloed op hebt, hoe een wedstrijd verloopt. Maar bijvoorbeeld een rit naar het stadion toe in de wetenschap dat je keeper bent, de opkomst, je familie. Is dat precies zoals je het had verwacht? Ja, de opkomst. Ik had er niet echt een voorstelling van gemaakt. Maar toen ik het veld opkwam, ja, dat vond ik echt een mooi moment. Dus het is niet precies hoe ik het had verwacht. Maar ik had er ook niet echt een verwachting van. Dus, ja. Wanneer was je van die eerste spanning af? Op zich ging het wel goed met de spanning. Ik was wel iets meer zenuwachtig dan dat ik normaal ben als ik een wedstrijd bij onder 21 speel bijvoorbeeld. Maar nadat ik de warming-up had gedaan, voelde ik me gewoon goed. En toen viel de spanning op zich wel weg. Ja. Ik had ook niet het gevoel dat ik naar een keeper keek die zijn eerste wedstrijd speelde. Nou, dat is een compliment denk ik, dus bedankt. Hoe vond je dat je het gedaan hebt? Ik denk dat ik het redelijk gedaan heb. Ja, voetballend gewoon prima, geen gekke dingen. Ja, de twee tegengoals heb ik nog niet teruggezien. Dus ik weet niet of ik daar iets beter heb kunnen doen, dat weten jullie misschien beter. En ja, verder heb ik denk ik het gewoon prima gedaan. Dit moet naar meer smaken. Hoe kijk je dan naar de komende periode die met nog één wedstrijd en het nieuwe seizoen eraan komt? Ja, de volgende wedstrijd, dat is. Ik hoop natuurlijk dat ik hem ga spelen, maar ik heb echt geen idee wat de trainers daarmee gaan doen. En volgend seizoen wil ik gewoon zoveel mogelijk minuten maken. En het liefst bij ADO, dus er zal er waarschijnlijk een concurrentiestrijd komen. En hopen dat ik die ga winnen. Tussen jou en de keeper die hier al is, die ken je ook, hè? Ook een jongen van de club. Zijn jullie gelijkwaardig? Hoe kijk je er tegenaan? Nou, gelijkwaardig weet ik niet. Hij heeft natuurlijk veel meer ervaring dan ik. Dus dat is de streep dat hij voor heeft. Jij bent international. Ja, hij is ook international, maar klopt. Ik ben grote man in international. Ja, zeker grote man in international. Nee, dat klopt. Dus dat is misschien een streep dat ik voor heb. Maar dat ligt ook aan de trainer. Misschien halen ze nog een keeper. Dat zou zomaar kunnen. Dus, is dit groot nieuws in Burkina Faso? Ik heb nog niet echt op mijn telefoon gekeken. Ik heb wel heel veel appjes gehad, maar niet gekeken hoe ze in Burkina Faso reageerden. Dus ik denk dat het wel nieuws is, maar ik weet niet hoe groot het nieuws is. Nou, die eerste keeper moet zich nu zorgen gaan maken, want je komt eraan. Nou, die eerste keeper die is nog wel. Dat is wel echt een grote meneer hoor. Maar ik ga mijn best doen. Slot, je shirt, waar gaat die naartoe? Die ga ik ophangen, gewoon inlijsten. Ik denk op mijn kamer. Toch wel iets waar je trots op mag zijn, hè? Het nieuwe shirt van het nieuwe seizoen. Is het ook conform je carrièreplanning dat je nu je debuut maakt? Of had je stiekem al iets eerder verwacht? Nee, eerlijk gezegd heb ik altijd in mijn hoofd gehad van ik wil voor mijn 20ste mijn debuut maken. En ik ben nu bijna 20, dus ik ben super blij dat het gelukt is. En aan het begin van dit jaar had ik eigenlijk ook maar één doelstelling. Dat was mijn debuut maken. En het is twee wedstrijden voor het einde gelukt. Dus ik ben super tevreden. Je ligt op schema. Ik lig op schema, net. Net op schema. Ja, dankjewel.